uitprobeerder, manisch positief en ik denk dat alles kan. En ik wil de wereld een beetje leuker maken, dat is mijn werk geworden. En de meeste gemeentes die ik ken ook. Dus ik dacht, nou, dan kunnen we het beste samen optrekken. Ik ging op bezoek bij de gemeente Nijmegen, ik had een plannetje, zal ik zo wat meer over vertellen. En ze hebben meegedaan, maar ik ging toch een beetje gedeukt naar buiten. Ik liep met mijn stagiaire Susie naar buiten en ik had een soort knoop in mijn buik. Daar hadden we het zo een beetje scharrelend door de stad over. En toen ik dacht, wat is dat nou? En toen kwam er een zinnetje terug. Dat was wat de dame aan de andere kant van de tafel tegen mij zei. Die zei, ja, dit soort initiatieven moeten eigenlijk wel vanuit de burgers komen. En ik liep, ik kijk Susie aan, ik zeg, fuck, ik ben toch een burger? Wat daar gebeurt en waar ik een beetje bang voor aan het worden ben, is dat er one-liners zijn ontstaan uit een tijd die niet meer horen bij de mogelijkheden die er nu zijn. En zo af en toe praat ik met die one-liners. En net ook in die zaal hiernaast zijn de burgers er wel. Dat zijn jullie toch ook allemaal, of niet? Oké, dat even. Dus mocht je van mij denken, die jongen weet hoe het zit. Ik weet dus juist niet hoe het zit. Ik ben de afgelopen 6 jaar volledig in verwarring. Maar ik zie wel hele fascinerende dingen. Heel kort geschiedenis. Ik heb 1 jaar of 8 een adviesbureau gerund en hield me bezig met het vergroten van leervermogen in hele grote organisaties. Maar ik ben ongeduldig, dus dat ging niet goed. Dus daar ben ik maar mee gestopt. Wat ik wel zag, binnen organisaties of buiten organisaties, en tot op de dag van vandaag, tot in het diepst van mijn vezels geloof, is dat alle mensen die ik tegenkom, een mooie en constructieve intentie hebben om een toffere wereld te bouwen. Maar dat ze soms in systemen opereren waardoor dat schier onmogelijk wordt. Word ik een beetje verdrietig van. Wat ik ook zie, is dat heel veel mensen met prachtige ideeën zich vroegtijdig laten inremmen, omdat ze denken dat er geen budget voor is. Inclusief ikzelf. Ging ik niet op reis, omdat mensen vooraf zeiden, ja, er is toch geen geld voor. Dus daar ben ik mee gekapt. Ik werk sinds 2006 op basis van waardebepaling achteraf. Dat betekent, ik begin en mensen mogen achteraf beslissen wat ze het waard vonden. Dat doe ik in alles. Wat ga je vandaag verdienen? Ik heb geen flauw idee. Tof gaat over een tijdje bellen naar mijn agent en zeggen, nou, we vonden het wel of niet waardevol en hij mag voor zoveel een factuur sturen. Ik weet het niet. Dat is spannend, maar daar ga je niet dood van. Kijk maar. Dus het kan wel. Het voordeel daarvan is dat je niet meer tegengehouden wordt door dat gelul over budget. En dan word je unstoppable. En als je samen gaat werken met mensen die niet kunnen komen voor het geld, dan betekent het per definitie dat je samenwerkt met mensen die hetzelfde voor elkaar willen krijgen. Dat betekent dat je per definitie samenwerkt met mensen die bergen willen verzetten en daar keihard voor gaan. Of in trainerstermen, ik was ooit adviseur, de intrinsiek gemotiveerde medewerker. En dat is prettig, jongen, maar daar gaan hele andere spelregels in om. Maar dat daar fascinerende dingen mee kunnen gebeuren, daar mag ik, volgens mij is dat waarom je gevraagd hebt of ik het wel kan vertellen, daar mag ik wat over vertellen. Het kan zijn dat je tussentijds in de war raakt en dan mag je vragen stellen. Ik heb ooit durfde vragen opgericht, dus het zou raar zijn als je mij niks mocht vragen. Dan moet je gewoon roepen, Niels, hier kan ik helemaal niks mee. Dan kunnen we kijken of we het recht kunnen zetten. Dus dat is een beetje jullie gebruiksaanwijzing voor jullie. Ik stopte met het adviesbureau. Ik heb durfde vragen opgezet, dat is heel simpel en dat mag je jatten, er zit copyleft op, zo noem ik het. Dat is een heel simpel principe, als je een groepje mensen bij elkaar zet en je laat die mensen één voor één om hulp vragen, dan begint het kringetje daaromheen altijd te helpen. Altijd. Er zijn 14 durfde vragenbegeleiders in Nederland, sinds 2006 zijn er echt duizenden van die workshops gegeven. Mensen beginnen altijd te helpen. Ik denk dus dat mensen van nature willen helpen. Ze weten alleen niet zo goed waarmee. En dat komt volgens mij omdat we hebben afgeleerd om hulp te vragen en hebben besloten, we moeten het in ons eentje voor elkaar krijgen. En als we al om hulp vragen, dan komt dat er in een soort taal uit die niemand meer begrijpt. Dus er staat een leger van mensen wat mee wil bouwen en ze weten niet hoe. Dan krijg je hele simpele dingetjes. Ik mocht ooit eens zo'n workshopje in Estland geven. Daar was een dame die zat in zo'n workshop en die wou een zorgboerderij beginnen. Die had alles voor elkaar. Het enige wat ze nog niet had was een boerderij. Dus ze dacht, God zegen de greep, ik brul eens wat. Heeft er nog iemand een boerderij over?
zit een Amerikaan in datzelfde groepje, zegt, nou, is een beetje een raar verhaal, ik ben net naar Estland verhuisd, ik heb een boerderij in het noorden erbij gekocht, die werd voor mij beheerd, maar de beheerster is eruit, dus hij is over. Zij zit daar nu met haar zorgboerderij. Lukt niet altijd. Maar je moet hem voor de gein eens omdraaien. Stel dat je weet wat je wilt, maar je besluit er om de een of andere reden voor toe om niet te vragen wat je wilt. Dan kies je dus per definitie voor het halen van de gemiste kansen. En dat zijn volgens mij tot op de dag van vandaag en masse aan het doen. En als ik één ding heb gezien in de manier waarop ik werk, dan is het wel dat we leven in een wereld waar niet te weinig, maar te veel is. Het ligt alleen op de verkeerde plek om benut te wezen. Dus armoede is in mijn wereld geen schaarste vraagstuk, maar een logistiek probleem. Als je de overvloed op de juiste plek van waarde kan zijn, is er meer dan genoeg. Heel simpel voorbeeldje, we hebben 7 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte leegstaan. We hebben 18.000 daklozen, dus per dakloze hebben we 388 vierkante meter over. Dat is 4 keer mijn huis waar ik met 4 mensen woon. Dit is over. In Utah hebben ze dat soort ruimtes gegeven aan de daklozen en aangetoond dat je dan voor lagere kosten die mensen weer in het arbeidsproces krijgt. Dit kan nu. Als ze ook nog moeten eten, we gooien per dakloze in Nederland per jaar 5.777 kilo eten weg. Dat is over. Dus het is niet zo dat het er niet is, maar het wordt op de verkeerde plek weggeflikkerd. Als het bij jullie werk hoort, net als dat het bij mijn werk hoort, om mee te bouwen aan een leukere, leefbare en liefdevollere wereld, dan wordt het volgens mij echt hoog tijd om te gaan puzzelen met die overvloed. En volgens mij is een vraag die ik keer op keer terug hoor komen vandaag, wat kan ik morgen doen? En ik weet het niet, want jullie zitten in een veel moeilijkere context dan ik. Want de halve wereld kijkt met jullie mee. Maar ik kan wel vertellen wat ik kan doen en als je er maar een mespuntje van kan jatten, is het misschien een eerste stap. Of wat ik heb gedaan. Een paar voorbeeldjes. Ik dacht, als je een stad leuk wil maken, dan moet je de mensen die dat ook willen in ieder geval bij elkaar zetten. Heb je een hokje nodig waar ze in moeten zitten? Nou, er staat 7 miljoen vierkante meter leeg in Nederland, dus ik heb gebeld naar een wooncorporatie. Ik zeg, joh, ik heb het plan met de Nijmegen, ik kom uit Nijmegen, met de Nijmegenaren die ook willen bouwen, om ze bij elkaar te gooien in een hok en dan gaan we gave projecten ontwikkelen voor Nijmegen. Heb je nog een hokje over waar we kunnen zitten? Jules, een maatje van mij, die fietste daarheen, hij stond vast, komt hij terug, zegt hij, een beetje raar verhaal Niels, we hebben zojuist een pand cadeau gekregen. Torenopstraat 117 voor de Nijmegenaren onder ons, er lag een oude auto-onderdelenzaak, goed beter Bebber, die was failliet, het pandje was over en het zou binnen 3 maanden plat moeten. We hebben er 3 jaar gezeten. Dus dat pand kregen we cadeau. Toen dachten we gaan het ook maar eens inrichten, dan kan je lekker zitten. En we hadden geen budget, dat is wel even belangrijk om te weten, maar we laten ons ook niet remmen door geen budget. Maar even een vraagje aan jullie in de zaal. Hè? Wie van jullie, kan het zaallicht ook aan? Kijk even naar de techniek. Wie van jullie heeft er thuis een plankje of een plintje liggen wat hij nooit meer gebruikt? Even vingers. Moet je even rondkijken nu, hè? Dus dat is 1 stukje hout. Lijkt waardeloos, hè? Want het is maar 1 stukje. Maar als je een busje hebt en je gaat gewoon letterlijk van deur naar deur naar deur, en dat heb ik dus gedaan, heb je een bus vol hout. En dan heb je genoeg hout om 32 werkplaatsen te maken. Dus het is er wel, hier zie je het is er wel. Je moet het even ophalen. Een van de vragen die daarnet werd gesteld was, wie van jullie gaan er nou echt de straat op naar die burger toe? Nou, dat gaat zo, je drukt op dat knopje, hoor je een geluidje, en dan komt er een burger, en daar kan je mee praten. Ze praten heel vaak terug, het zijn net het soort Febo, is het, ik weet het niet. Die hebben hout. Dus toen hadden we 32 werkplaatsen. Toen dachten we gaan het pand ook schilderen. Wie van jullie heeft er thuis een half potje verf wat net te weinig is om de zolder nog een keer te doen? Heeft iedereen in Nederland. Heb je wel eens uitgerekend wat het kost om een pand van 3 gymzalen groot te laten schilderen door een professioneel bedrijf? Dat zijn knaken. Het is er gewoon. Dat kan je ophalen en ik weet uit ervaring, als je het bij elkaar flikkert, dan krijg je grijs of bruin en heb je genoeg om 3 gymzalen te schilderen. Dus dit is er. Dan hoef je nog maar 1 ding te doen en dat je deur wagenwijd open te zetten en te zeggen tegen de mensen, je mag hier zitten, maar je moet heel duidelijk aangeven waarom. Je mag hier zitten, in ons geval, als je projecten ontwikkelen die bijdragen aan een mooier, gaver en leefbaarder Nijmegen. Dat is het enige criterium. En dan kwamen de mensen, die kwamen daar werken. We hadden in het begin ook nog tapijt, even een kleine tapijttip. Als je ooit tapijt nodig hebt, dan ga je naar de jaarbeurs in Utrecht. Dan loop je langs het SNS-gebouw, kom je van jezelf aan de linkerkant een hele grote container tegen, staat een stalen trappetje naast, daar ligt het tapijt in. Dus na elke beurs gooi je die alle tapijt uit alle gangpaden weg. Ik heb net al even gegluurd naar het kunstgras hiernaast, ik weet niet wat we ermee gaan doen. Maar dus dit is gewoon over, hè? Die ondernemers die beginnen projecten te ontwikkelen. Die beginnen dingen te gaan doen uit zichzelf.
Wat er toen gebeurde was, joh, beste Niels en Sjoe, we vinden het wel gaaf wat jullie doen en ja, jullie werken helemaal de pleuris om dit voor elkaar te krijgen. We willen er wel voor betalen hoor, als je wilt. Jules en ik keken elkaar aan, shit, hoe lossen we dat nou op? Hebben we een zilver spaarvarkentje gekocht en daar stond er bij de uitgang stond een spaarvarkentje en daar kon je dan geld in gooien. Op een goed moment kijken Jules en ik in dat spaarvarkentje, het ramvol met geld. Denk je dat die ondernemers zeggen, voor ons is het eigenlijk slimmer als we een factuur kunnen sturen, want dan kunnen we het op de balans opvoeren, et cetera. Dus we gingen factureren, kan je gratis doen vanuit Moneybird. En uiteindelijk begon die waarmakerij winst te maken. Dat hebben we niet aan onszelf uitgekeerd, dat hebben we bewaard om sociale projecten te ondersteunen. Maar wat ik daar zag was, dat geld, volgens mij vanzelf, goede ideeën volgt. Omdat we na 3 maanden uit dat pand zouden moeten, dacht Sjoe, nou ja, weet je, als je een pand kan verven van restjes, dan kun je vast ook een heel nieuw pand bouwen van restjes. Dat heeft hij ook gedaan, het Huis van Overvloed. Voor de mensen die het niet geloven, je kan het nu googlen. En dat is gelukt. Dus een heel huis bouwen, heb je een fundering nodig van beton. Dan zou je zeggen, we moeten beton storten. Stoeptegels zijn ook van beton. Als je er 600 hebt, heb je je fundering klaar. En die zijn over in Nederland. De wanden waren van pellets. De zonne-energie kregen we geleverd van zonnepanelen, want er was in ieder geval toen een wet dat je zonnepanelen 3 jaar op stok moest houden vanuit garantieverplichtingen. Dus ik moet 3 jaar lang kunnen zeggen, hier heb je dezelfde weer terug. Na 3 jaar zijn die dingen verouderd en dan gingen ze bij het bedrijf waar wij contact mee hadden door de shredder heen. Dus na 3 jaar worden die dingen weggeflikkerd. Maar ze doen het nog wel. Dus een huis bouwen zonder geld met zonnepanelen erop en alles, dat kan. Het is 1 week voor de opening in de fik gestoken, dus er zijn waarschijnlijk ook mensen die het niet zo'n leuk idee vinden, dus het huis is ook weer weg. Maar we hebben wel laten zien dat het kan. Wat er toen gebeurde was dat mensen uit een groepje mensen uit de Tweede Kamer, die kreeg daar lucht van. Wat zijn die gasten in Nijmegen toch aan het uitvreten en hoe kan het dat het daar maar steeds lukt? Dus die kwamen langs met een delegatie, leuke, lieve mensen. Daar hebben we een hele leuke dag mee gehad. Aan het eind van de dag zegt een van die mensen, die zitten zo in een kring en dan ga je dat samenvatten en dan gaan ze dingen terugkoppelen, et cetera. Die zegt, weet je wat het grote verschil is tussen hoe jullie opereren en hoe wij opereren? Hij zegt, jullie staan standaard op overvloed en wij staan standaard op schaarste. Bij mij duurde het 1 week voordat die opmerking echt geland was. Dan projecteer ik het gewoon op mezelf. Hè. Als ik op schaarste sta en ik denk ik heb te weinig, dan word ik een heel naar mannetje. Die eerst voor zichzelf gaat zorgen, die anderen op een afstand zet, die ego gericht is, et cetera. Als ik weet dat ik meer dan genoeg is, dan ga ik kijken wat jij nodig hebt en wat jij nodig hebt en wat jij nodig hebt. En wat ik zeker weet, is dat als je met z'n allen op gericht bent hoe je je buurman een stapje verder kan brengen, dan gaat het geheel dus naar voren. Dus die instelling klopt niet. Ik denk dat de standaard instelling in Nederland staat op schaarste en hij moet naar overvloed. En dan is de vraag die het meest gesteld wordt, is hoe moet dat dan? Net bij Jan Rotmans ook, hoe moeten we dat dan doen? Volgens mij weten we dat met z'n allen niet. En dan kan je 2 dingen doen. Je kan heel lang stil blijven staan, let op het woord stil blijven staan, bij de vraag hoe moet dat dan? Of je kan de vraag laten voor wat het is en op reis gaan. Wat ik jammer genoeg nog veel te vaak zie, is dat mensen stil blijven staan bij de vraag, hoe moet dat dan? Volgens mij is het op dit moment zo'n snel veranderende wereld, dat zelfs de koplopers, inclusief de Jan Rotmans en weet ik het wat allemaal, in eerlijkheid moeten toegeven, we weten het niet. En als je het niet weet, kan je 2 dingen doen. Je kan de toekomst voorspellen of je kan hem creëren. En ik zou het fantastisch vinden als ook binnen gemeentes mensen met meer lef de toekomst gaan creëren in plaats van het gaan proberen te voorspellen. Dus vrede sluiten met het idee dat ze niet weten hoe het moet. En dat als reden aangrijpen om dus in beweging te komen en te gaan. En dat je daarvoor misschien een beetje meer naar bewustzijn moet toewerken van wat is er dan een overvloed, dacht ik. Nou, dan moet je eerst maar eens weten wat er allemaal kan. Ik denk, weet je wat, ik ga gewoon een magazine maken. Het magazine heet Er is genoeg, want dat vind ik. Dus ik dacht, de titel dekt dan de lading een beetje. Zo'n magazine kan je maken zonder er geld in om te laten gaan. Hier is geen geld aan uitgegeven. Door je verlanglijstje en plein publiek te delen. Dus dan zeg je, ik wil een magazine maken. Ik weet niet hoe het moet. Wie kan er helpen? Dit was ons verlanglijstje. En dat heb ik gewoon en plein publiek gedeeld. We hebben nodig, wat staat erbij? Social media experts, interviewers, schrijvers, illustratoren, filmmakers, fotografen, onderzoekers en redacteuren. Wie er wil helpen, kom alsjeblieft langs. Dan komen ze wel als je idee maar gaaf genoeg is. En dan is je magazine er. Stel je eens voor wat er zou gebeuren als je als gemeente, al dan niet binnen een klein project, alleen nog maar je verlanglijstje maakt. Want wat jullie hebben is toegang. Toegang tot alle bewoners van je stad.
stel je voor dat die met z'n allen per project je verlanglijstje zouden kunnen zien. En dan beloof ik je, dan komen alleen maar de mensen die mee willen gaan bouwen. Want de mensen die, erover gaan zeiken, die hebben daar dus geen plek. Zo kan je magazines maken, zo kan je huizen bouwen, zo kan je projecten realiseren. En het laatste wat ik heb gedaan, een paar weken geleden, ik ben nogal bezig met de deeleconomie, met ShareNL en andere, dat soort platformen, dacht, als mensen nou meer gebruik zouden kunnen maken van die overvloed, dan helpt het besef dat er genoeg is, misschien ook wel. En laten we dat eens neerzetten in projecten. Dus we hebben een deeldag georganiseerd. Zo kwam ik bij de gemeente terecht. Het was de Sharing Week in Nederland. En we dachten, we gaan in Nijmegen laten zien wat je allemaal met overvloed voor elkaar kan krijgen. We gaan een congres organiseren. We zaten in Droom Villa Lux, 2 filmzalen, 4 sprekers. De lunch voor 180 mensen, geen cent aan uitgegeven. Als je gewoon in je wijk gaat kijken wat is er allemaal aan voedsel wat weggegooid wordt en je brengt het bij elkaar, heb je genoeg. Als je koks nodig hebt, dan bel je Marieke Hart van thuis afgehaald. Dan zeg ik aan je jouw koksnetwerk mailen, dan heb je genoeg koks om het voor elkaar te krijgen. Dit is er. Ik naar de gemeente. Ik zeg, we zouden het leuk vinden om dit door heel Nijmegen te gaan doen. Kun je een mailtje sturen naar de bewoners? Lijkt mij een hele simpele vraag. Maar het kan goed zijn dat ik dom ben, hè? Ik denk inderdaad dat het voor een hoge mate zo is. Maar daar komt een gesprek waar ik helemaal niks meer van snap. En binnen no time hadden we het over de vraag wat mijn verdienmodel was. Ik zeg, lieverd, ik geef lezingen en ik werk op basis van waardebepaling achteraf. Ik zie wel wat ik krijg. Maar dat is niet waar ik voor kom. Dus ik ga het nog een keer vragen. Kan je, is een gesloten vraag, die kan je alleen maar met ja of nee beantwoorden. Kan je een mailtje sturen naar alle burgers? Ze heeft uiteindelijk binnen de mogelijkheden een mailtje gestuurd naar iedereen die binnen haar bereik lag. Dus daar tot waar het ging, heeft ze geholpen. Maar wat ik zo fascinerend vind, is dat het zo'n vreselijk moeilijk gesprek wordt. Als jullie zijn van dat bouwen aan die leukere wereld, dan merk ik dat er andere spelregels beginnen te gelden. En in alle projecten waarin ik werk, probeer ik die zo goed mogelijk vast te houden. En die wil ik jullie meegeven met de uitnodiging er een mespuntje van te jatten in jouw werk. Wat ik merk is dat het leeuwendeel van de mensen dolgraag wil helpen, maar ze weten niet waarmee. Wat ik merk is dat ze tot stilstand komen als ze daarvoor zich door een beleidsplan heen moeten worstelen. Dat ze in beweging komen als heel concreet met 1 of 2 vragen is gezegd waarmee je kan helpen. Kortom, je moet wel kunnen vertellen wat er moet lukken. Dat betekent dat het bij jullie werk hoort om je dagelijks af te vragen, als mij gelukt is wat ik wil dat me lukt, wat is er dan gelukt? Als je daar geen antwoord op hebt, dan kunnen mensen je dus niet helpen. Als je er wel antwoord op hebt en je gaat die vraag breed delen, dan krijg je 2 soorten mensen. Een vriendje van mij zegt altijd, je hebt putjes en je hebt motortjes. Ik leg ze even uit. Een putje, daar gooi je een knaak in, knaak weg. Ja? Die laten we even letterlijk links liggen in mijn geval, voor de kijkers rechts. Een motortje, daar gooi je een knaak in en er gebeurt meer. Als jullie zijn van het mensen betrekken, dan is het de kunst om de motortjes te vinden, ze met elkaar en met de te verzette berg te verbinden. Niet met jou. Want als je ze met jou verbindt, dan gaan ze aan jou vragen of jij het een goed idee vindt. En jij had net vrede gesloten met het idee dat je niet weet hoe het moet. Dus met elkaar. Anders gezegd, ik heb ooit dus aan mezelf beloofd in 2006 niet meer te trekken aan dode paarden. Dus waar mensen mij gaan overtuigen dat het niet kan, kan het zijn dat ze gelijk hebben, alleen ik heb het nog niet geprobeerd. Dus ik ga het toch een keertje doen. Het derde wat ik doe, op alles wat ik doe, zit copyleft. Ik vond die best gejat prijs, die vind ik helemaal te gek. Nou ja, dat zal jij wel weten, tof. Stel je toch eens voor dat je iets fantastisch doet en iedereen gaat het ook doen. Ik heb ooit eens een boekje geschreven over Durf te Vragen. Heel gedoe met de uitgever, want ik wou dat het gratis downloadbaar was vanaf het moment dat het in de winkel lag. Vond hij een beetje spannend. En dan kun je het ook nog eens kopiëren. En dat als je nu naar bol.com gaat en je tikt in Durf te Vragen, dan zie je 3 titels van dat boek. Ik heb er maar eentje geschreven. Maar dat komt omdat ik wou dat iedereen iets met die ideeën deed. Ik lees even voor copyleft. En er zit copyleft op, dus je mag het zelf gebruiken. Dit magazine heeft ook copyleft. Dit magazine ontleent haar kracht aan de kunst van het delen. Hoe zichtbaarder het magazine is en hoe meer jij het deelt, hoe makkelijker het voor mensen wordt om ook met overvloed te leren werken. Het is daarom onze nadrukkelijke wens iedereen te laten weten dat er genoeg is. Alles uit dit magazine mag je daarom kopiëren, uitscheuren, filmen, fotograferen, naspelen in films of toneelstukken en uitbeitelen in rotsen. Het maakt ons niet uit als het maar zoveel mogelijk mensen bereikt. Dat is copyleft. Stel je voor dat op alle goede ideeën die jullie met z'n allen hebben, copyleft zou zitten in plaats van copyright. Dan wordt het mogelijk om met z'n allen,
op hetzelfde moment aan dezelfde te verzetten berg te werken, dan haal je het gedoe eruit en dan wordt bergen verzetten makkelijker, goedkoper en leuker dan ooit tevoren. En het begint met het antwoord op één doodsimpele vraag. Als jou gelukt is wat je wilt dat je lukt, wat is er dan gelukt? En dat in het Nederlands vertellen. Daar wou ik het bij laten. Dank jullie wel.